Ja, dat is goed. 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 Ja, dat is go
Heeft u die knal gehoord? En die rook allemaal. Dat hebben wij. Ik heb het niet zo goed gezien, maar ik hoorde wel een knal. Maar ik zag wel toen de boot aankwam dat er een groot gat voor in de boot zit. Nou, en dat ging bijna verkeerd hoor. En ik heb natuurlijk mijn zwembaan er ook nog om, want ja, ik kan niet zo goed zwemmen natuurlijk. Was u echt bang, Sinterklaas, dat u misschien in het water terecht zou komen? Nou, kapitein Jan die zei, voor alle zekerheid, juf, doe maar even een zwembadje om, want je weet het maar nooit. Want die reddingsboot was ook weer onderweg natuurlijk hier naartoe, met al die pieten. Helemaal goed. En Sinterklaas, als u dan toch nog een paar weken in Vraneker blijft, dan kunt u misschien wel zwemles krijgen in ons zwembad, want die is weer open. En dan hoeft u volgende keer niet zo bang te zijn. Ja, maar dan wil ik wel dat alle scholen ook weer gaan zwemmen natuurlijk. Oh, jee. Dan wil ik weer schoolzwemmen hebben hoor. Want oh, Sinterklaas. Vind ik zo zielig ik alleen er in het zwembad. Nou jongens, jullie horen het al. Wie van jullie wil Sinterklaas wel een keer leren zwemmen deze komende 2 weken? Oh. Hartstikke goed. Dan leert Sint heel goed zwemmen. En dan hoeft hij niet meer zo'n grote zwemband te hebben. Dan kan hij wel af, hè, die zwemband. Die kan nu wel af. Dan kan hij nou wel af hoor. Kijk eens, dan zullen we deze vasthouden. Jongen. Sinterklaas is zo uit hoor. Wat erbij, ja, dat gaat hij al hoor. Moet je eens kijken jongens, wat een groot zwembad Sinterklaas heeft. Niet te geloven. Dat moest ook wel. Ja, zeker. Nou, maar dat was even poepielink zeggen we dan in Spanje. Poepielink zegt Sinterklaas, nou ongelooflijk. Maar Sinterklaas, u bent in Vraneker. Moet u eens kijken hoeveel mensen hier op u staan te wachten. Ik moet beter oefenen. Dat kun je wel. Ja, kom op. Dat kun je wel. 1, 2.